gebeuren. Ik ben bij je. Kom. Waarom duurde het zo lang? Ik zag iemand. Is Rick hier al? In de hangar met Rick. En Aisha? Nee, alleen Lorena is er verder. Waar is Wiet? Zat hem even afwachten. Ik probeer een beetje te ontspannen, oké? Iemand kan dit overleven. Toch? Als hij in een boom blijft hangen. Wacht alsjeblieft rustig af. Nee, natuurlijk overleeft niemand dit. En? Nog niets. Hij of zij is tussen de bomen terechtgekomen. Dat bemoeilijkt het zoeken. Dit is wel jullie schuld. Hoe kan het dat die parachute niet open ging? Maxime. Maar Nina is... Iedereen die landt, moet terug naar de hangar, zodat we weten wie er gemist wordt. Kun jij dat regelen? Ja, is goed. Ja. Ik zag hem vallen. Is Nina geland? Nee. Oké, ik ga er zoeken. Nee. Dat doen mijn mensen. Jij moet hier blijven. Ja, maar het is mijn vrouw. Nou, blijf nou hier voor als ze landt. Ik blijf bij je. Meisje, toch? Ik was bang dat je... Veilig. Komt goed. Waar was je? Zat er niet koud. Niet koud. Ah, ik wil graag naar huis, dus kun je even een taxi voor me bellen? Hallo, heb je me gehoord? Ik wil hier weg. Luister, iedereen moet of is het soms normaal dat iedereen hier neerstort? Dus het interesseert jou niet wie dit te pletter is gevallen? Ja, natuurlijk wel, maar wat verander ik er? Zit mij en blijf. Er zijn er nog twee geland. Oh. We worden nu opgehaald. Weet je wie het zijn? Nee. Waarom moet ik er altijd toch alle saaie dingen doen? Dan zit ik in ballonnen te blazen, terwijl ik gewoon niet aan een parachute had kunnen hangen. Maar ik heb één oversprong gemist. Ja, nou weten we het wel, hè, schat? Ja, ik ben al lang blij ik onderuit heb kunnen komen, hoor. Van doodeng. Wat kan er nou misgaan? Dat is toch kicken? Ik bel je even en de anderen. Iemand even helpen, de bloemen zijn net bezorgd. Oh, ja. Ja, die moeten allemaal naar binnen. Yep. Hallo, dit is toch een vrijgezellenfeest en geen begrafenis? En waarom? Dan moeten we toch een diertje hebben en een lekker ding die uit een taart springt. Als er klachten zijn, moet je bij je tante zijn. Die heeft de regie. Hup! We willen dat Maxime denkt dat we het hier allemaal niet redden. Maxime, is het gezellig daar? Hoe is het? Hebben jullie het allemaal overleefd? Er is een ongeluk gebeurd. Sorry? Kijk eens hoe mooi. Ja, wie er gesprongen is om het open te geven. Stil! Een van de parachutes is niet opengegaan.
Hoe kan dat? Van wie? Er is een ongeluk gebeurd. Ongeluk? Is alles goed met Nina? Jeff, wat is er gebeurd? Een van de parachutes is niet opengegaan. Weet ze van wie? Het is Mike. Bel jij alle gasten af? Ik moet u ophangen. Wacht. Het is Mike. Hij is verongelukt. Ik wil naar huis. Dat begrijp ik en dat kan zodra Ijs en Nick iedereen gesproken hebben. Ja, waar moeten we het nog over hebben? Ja. Mike die is dood. Ik bedoel, duidelijker wordt het niet, toch? Ja. Ik begrijp dat je geschrokken bent, maar dit hoort erbij. Dit moet. Leg je erbij neer. Heeft iemand hem zien vallen? Heb jij gezien wat er gebeurde? Kreeg je zijn parachute niet open of weet je... Laat haar maar rust. Zie je niet dat ze een shock heeft? Dit is belangrijk. Dit kan later ook. Gaat het? Hebben jullie nog een deken? Ja. Waar is dat? Heb jij iets gezien? Heeft hij om hulp geroepen? Hey, je maakt erover stuur. Nou, dat zal wel meevallen, zat de pest aan Mike. Hij is wel dood. En iedereen die is hier geschokt, behalve jij kennelijk. Ik vind het ook heel erg, maar de reactie van Nina is echt onwijs overdreven. Iedereen weet dat ze Mike uit haar leven wilde. En dus is ze blij dat hij dood is? Jij bent echt gestoord. Heb ze wel gelijk. Kunnen we allemaal doen alsof we het allemaal zo erg vinden. Maar iedereen hier haat hem. Ja, precies. Nou, ben je nou klaar? Stoppen, oké? Ja, maar ze moeten mond houden over Nina. Jij bent precies hetzelfde als zij. Kappen. Als we nog iets willen weten, dan neem ik contact met jullie op. Vanzelfsprekend wordt de nazorg geregeld. Maar voor nu is het genoeg. Jullie kunnen gaan. Ja, eindelijk. Liefje, de auto staat vlakbij, oké? Wil je met me mee? Dat kan helemaal niet. Het moet een vergissing zijn. Het is bij me. Mike was er niet eens bij. Ja. Hij was er wel bij. Rick heeft hem op het laatste moment gevraagd, omdat Lucas niet kon. Toen is hij meegegaan. Nee hoor. Dat kan helemaal niet. Ja, alleen Pink Mauritius was er niet. En Rick de Jonge heeft ook niet gesprongen, die was te laat. Goed. Wij gaan zo naar de plek waar hij gevallen is. De parachute ligt er nog. Ja. Hij moet onwel geworden zijn. Onze spullen zijn perfect in orde. Dat weten we zodra de sectie is uitgevoerd.
Hey. Hoe gaat het? Ik leef nog. Ja, nou, ik denk dat je je steun heel goed kan gebruiken. Ja? Want je vader komt zo snel mogelijk hier naartoe. We redden het verder wel, hoor, Noud. Het is goed, Maxine. Ik ga in bad. Waarom zegt ze niks? Ik ben bang dat ze een shock heeft. Ik begreep van de instructeur dat ze vlak naast Mike heeft. Niet nu! Ik kan ze niet bij hebben. Zal ik even drinken? Ben je moe? Ik ga een arts bij halen. Hebben jullie ruzie of zo? Hij is ongerust. Wil je wat drinken? Ja, lekker. Vond je het ook niet een beetje raar hoe Nina reageerde? Ik bedoel, ze heeft toch een hekel aan Mike? Dat is iets anders dan dat je blij bent dat iemand dood is. Iedereen reageert anders. Jij lijkt het niet zo erg te vinden. Natuurlijk vind ik het erg, maar ik kende die vent amper. Ja, sorry hoor, maar ik vind het echt onwijs hypocriet hoe Nina het doet. Kan ik iets voor je doen? Misschien had Wiet wel gelijk. Misschien vind ik het wel helemaal niet erg dat Mike dood is. Het komt mij alleen maar goed uit. Ik ben van hem af. Ik kan Nolan niet meer van me afpakken. Ik hoef nergens meer bang voor te zijn. Toch slecht? Ik zo denk. Ja, maar je bent niet slecht. Nou, Lorena vond ook dat ik me aanstel. Ja, maar Lorena moet de mond houden. Want als iemand had Mike haatte, was zij het. Zal ik bij me weten hoe het zit. Ik kan wel een bol gebruiken. Jullie ook? Het lijkt me nou niet zo'n goed idee. Ach, weet je wat? Doe er maar uit, Marijn. Ja. Ik had vandaag wel dood kunnen zijn, dan moet ik nog eventjes verwerken. Jij? Hoezo? Ja, Mike is toch in de plaats van mij gegaan? Anders was het mij overkomen. We weten nog helemaal niet wat er precies gebeurd is. Misschien is hij wel in paniek geraakt. Heeft hij vergeten zijn parachute open te trekken? Laura, hij was een geoefende springer. Het maakt ook eigenlijk helemaal niet uit hoe het is gebeurd. Laten we alsjeblieft gewoon blij zijn dat het Mike is en niet iemand anders. Blij. Ja, goed, blij is misschien ook niet het juiste woord. Maar ik ben in ieder geval... Iets meer respect zou jou sieren. Respect? Respect voor iemand die mij zo laag behandeld heeft? Ik ga naar kantoor om advocaat bellen. Het zal nu niet zo moeilijk zijn om de Rozenman weer terug te krijgen. Dit ziet er allemaal uit zoals het hoort. Menno? Dat is... doorgeknipt. Ook doorgeknipt. Heb je de lijst met alle telefoonnummers? Anton, met Janine. Er is een ongeluk gebeurd. Mike. Bel me zodra je dit hoort, ja? Bianca heeft je nodig. Zal ik iets te drinken inschenken? Ja, kom. Ga zitten. Mm-hmm.
zo blij dat hij Nola weer mocht zien. Ik wou even bij Rick en Noeran langs. Red jij het? Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Ga maar. Ik heb Anton niet gesproken, dat hij me zo snel mogelijk belt. Zal ik even thee zetten? Ik geloof het gewoon niet. Ik geloof het echt niet. Ik denk dat ik het pas geloof als ik hem zie. Dat wil ik geloof ik ook helemaal niet. Waarom zeg ik dit eigenlijk allemaal tegen jou? Je haatte hem. Toch net als iedereen. Maar dat wil toch niet zeggen dat ik het niet verschrikkelijk vind wat er gebeurt? Oh, verschrikkelijk? Ja, natuurlijk. Nou, dat zal wel meevallen, hè? Het is fijn toch dat jullie nu van hem af zijn? Kan die Nina niet meer lastigvallen, probleem opgelost. Ja, wat doe je hier nou eigenlijk nog? Ik ben hier voor jou. Oh ja, dat je het zo verschrikkelijk voor me vindt. Ik vind het ook heel erg, ja. Ja, houd toch op. Ik wil alleen zijn. Ik ga pas weg als Anton hier is. Ik ga even thee zetten. Ik was daar alleen maar vanwege mijn zus. Ze kunnen me toch niet zomaar van het onderzoek afhalen? Je weet hoe het werkt. Wat doen we hier? Oh, dit zal wel bij het onderzoek horen. Het gaat niet zo goed met Ricky. Rick heeft een arts laten komen, dus ze zijn daarom niet aanwezig nu. Ik neem later wel contact met ze op. Ja, ik... Ik wil graag uitleg. Die krijgt u zodra iedereen er is. Gaat dit heel lang duren? Ik was met mijn advocaat aan het bellen. Mag ik misschien weten waarom? Over iets zakelijks. Hoezo? Zomaar. Ik ben me ervan bewust dat het voor iedereen een zware dag was. Ja, gaat dit over slachtofferhulp? Dat had ook telefonisch gekund, hoor. Ja. Daar gaat het niet over. Helaas niet. Rechercheur Baydar en ik zijn vanmiddag begonnen met het onderzoek. Ja? Toen wij Mike's parachute bekeken, zagen we dat er kabels kapot waren. En dit lag niet aan slecht materiaal. Ze waren doorgeknipt. Mike is niet door een ongeval om het leven gekomen. Het was opzet. Je kunt tegen mij gewoon eerlijk zijn, hoor. Ik weet toch wie je ervan dacht? Ja, maar dat wil toch niet zeggen dat ik hem dood wilde? En waarom zou ik jou geloven? Je hebt Danny toch ook vermoord, dus waarom Mike niet?